ons is denk ik de sterkste punt dat we zo'n sterke thuissituatie hebben. En zo'n goed structuur zoals mijn vader, die ons zo mentaal sterk heeft gemaakt. De eeuwenoude sport worstelen is in Nederland niet heel erg groot. Toch presteert deze tweeling het om in 2021 eerste en tweede te worden bij de WK junioren. Trainen, eten, slapen. Hoe vecht je je naar de internationale top van zo'n grote sport? Als er niet een gekke achter die twee gekken zit, ja, dan krijg je geen gekke prestaties, denk ik. Dit is het verhaal van Marcel en Tyrone Sterkenburg op weg naar Parijs. Dit is uniek. Ja, hij gaat straks pakken. Ja. Het is wel lekker ribben. Als het een ribben is, dan is hij niet meer zo zwaar. Nee. Zwaar gewichten. Ja, zwaar gewichten gaan langzamer. Ja. Ja, we zaten op best wel veel sporten, boksen, judo, worstelen, voetbal, zwemmen. En ja, uiteindelijk zei mijn vader dat het een beetje veel werd. En die zei dat we eentje moesten specialiseren. En hij heeft zelf boksen gedaan, dus eigenlijk dacht ik wel dat ik heel snel naar de boksen kan zou sturen. Maar hij vond boksen, dat we nog te jong daarvoor waren en dat niet zoveel schade daarvoor kreeg. En de keuze tussen judo en worstelen was heel makkelijk. Omdat we gewoon worstelen veel leuker vonden en het was iets atletischer. En ja, voetbal, we kwamen er al vroeg achter dat er niet echt teamsports waren. Waar iets in fanatiek daarvan. Nee, het was meer worstelen bij voetbal met de tegenpartij dan voetballen. Met elkaar en met, samen met elkaar tegen andere mensen ook aan de zin. Ja. Soms was het 2 tegen 11 met voetbal. Jij kan ook heel leukjes doen, hè? Toch wel achter, hè? Ga je wel eens vaker mee, of niet? Ja, ik ga af en toe wel eens meer hardlopen. Maar... dan ga je zelf wel meedoen. Dan sta ik ook stil, hoor. Rek is trekken en dat was het. Dat was het. Lekker man. Was er één? Eén ding is wat ik haat, is het hardlopen in de ochtend. Nou, we hebben dat toch mooi vastgelegd. Ja. We zijn nu, want jullie hebben een heel groot gezin, toch? Ja. Ja, zijn we de enige twee die zo fanatiek met sporten zijn? Ja, met hoog niveau wel, maar ja. In het sporten zit wel in de familie. Ja, hè? Ja, echt heel erg. Dat is toch van je vaders kant vooral? Ja. Je vader was een bokser, toch? Klopt. Ja. Ja. Dus je moest wel wat doen vroeger. Ja, zeker, zeker. Het rondje wat hun nu liepen, zeg maar, dat liepen vroeger met z'n allen. Zeg maar. Ja, echt? Ja, echt. Met hoeveel zijn jullie dan? 7 kinderen. Met z'n allen, oh, wacht. Ja. Dat is wel grappig, want Nederland is niet echt een worstelland. Maar we hebben alsnog echt de perfecte middelen. Masseur, mijn moeder die eten maakt, mijn vader die ook een topsoort mentaliteit heeft. Een trainer die uit het niets uit Polen kwam en een hoog niveau worstelen hier heeft gebracht. En voor de rest hebben we elkaar als trainingspartner. Dus dat is perfect. Al bij de eerste toernooi waar we naartoe gingen, toen zag mijn vader het met die gewichtsklasse. En toen heeft hij ons alle twee gewogen op dezelfde weegschaal thuis, die we nog steeds hebben. En toen zei hij van, Tyrone, jij weegt een kilo zwaarder, of een halve kilo zelfs nog. En je hebt 4 kilo verschil. Toen zei hij, jij gaat één omhoog, Marcel gaat afvallen naar de andere. Want ik wil jullie nooit tegen elkaar zien. Nee? En toen hebben we ook gelijk beloofd aan mijn vader dat we nooit tegen elkaar een wedstrijd zouden doen. Zit je nou, omdat je best voor zo'n EK zit, zit je dan al heel laag in je gewicht? Of? Liever iets erboven. Ja? 2 kilo's erboven, joh. Ja, dan val je nog 2 kilo's af voor het EK of WK. Ja. En dan ben je iets lichter, iets sneller. En dan kun je training nog wel vol doen? Ja, omdat je ja zeker. Oh, okay. Val je dan makkelijk af die, wat is het, 2 ja, dagen? Ja, in training is val je 2 kilo's of zo. Oh, is er vocht wel, denk ik, hè? Ja. Ja. Hallo, man.
We hebben wel bij toernooien in hetzelfde gewicht gezeten, maar toen kwamen alle twee in de finale terecht en toen was het kop en munt. Ja. Ja, bij die finale, toen kwam opeens, dat was bij Paso in een heel groot internationaal toernooi en toen kwam iedereen opeens kijken, want de tweelingen zeggen elkaar. En toen kwamen we op de mat lopen en dan was het kop of munt en iedereen dacht van ah, dit wil ik echt. Zo, en is dat ook niet dat je dan denkt, laat het één keer proberen? Of... Nee, het is echt woord aan woord. Man aan man, woord aan woord. Hoeveel calorieën moet jij eten per dag? Toen bij onze vorige diëtes was het ongeveer, omdat we moesten aankomen, daarom moest 10 kilo aankomen en hij had ongeveer 6000 calorieën. Dat was de vraag niet. En nu ongeveer 4000. 4000? Ja, omdat we drie keer trainen, anders vallen we spiermassa af. Ja man. Ja. Ik denk wel dat ik boven de 4000 zit hoor. Ik denk rond de 5, soms 6000. Ook een zware lekker, dag. Lekker toch? Maar jij hebt deze twee jongens toch, toen ze heel schattig waren. Ja, toen waren het nog dansers. Dansers? Gek op Captain Jack. Hey, oh, Captain Jack. Ja. Zero black dress, don't change the night, get one up to hold it, you turn to work at you. I know your friends, they want to hold it, or so man in there, it's time. Zero black dress, don't change the night, get one up to hold it, you turn to work at you. I know your friends, they want to hold it, or so man in there, it's time. Yeah. Oh, dat is het ding, voor het eerst af. Wat waren jullie toen? Toen kwamen ze een beetje af van judo en boksen, maar toen waren ze al vrij hard. Dus niemand wilde eigenlijk met ze aan de gang gaan. Waardoor je dus toch een iets andere trainingsopbouw krijgt met hun. Omdat ze zijn gewoon keihard. Zeker omdat ze samen altijd aan het vechten zijn. Wat we de laatste tijd wel zien in filmpjes van vroeger. Dus dat vind ik wel leuk. Thick from the waist down, Jamie Nagi. Taga Haji, I say what I want out of my chin. Yoja Hamian Puni, I'm in home with Jamie Archie. Baby, hit the flow, get low, up, body touch. Ik denk dat ik wel de plezier misschien erin heb gebracht, maar uiteindelijk zijn het de ouders die de kinderen brengen. Dus ik kan het heel leuk maken binnen in de zaal, maar de ouders moeten het doen. En als hun het leuk vinden, dan gaan ze tegen hun ouders zeggen dat ze vaker willen worstelen. Maar vanuit huis denk ik, hun vader heeft ook een topsportmentaliteit. En die zag echt wel dat daar toekomst in zat. En dat met de juiste trainers eromheen. Bijvoorbeeld met worstelen heb je niet heel veel voorbeelden in Nederland dan. Bijvoorbeeld met voetbal heb je een De Jong of een Johan Cruijff. Met boksen heb je momenteel in Mike Tyson. En met, Fuck hem! Pak dat kleedje af hoor. Pak hem af op. Dus voor ons was het meer bijvoorbeeld, mijn vader traint iedere dag. En dan was het gewoon opkijken met dezelfde discipline als mijn vader. En ik denk als ik eigenlijk ietsjes meer dezelfde karakter van mijn vader heb, dat ik nu al een paar keer wereldkampioen zou zijn in plaats van het trainen van de wereld. We zijn allemaal als kids of zo zijn we heel competitive met elkaar geweest. Dus zij zijn in een hele andere richting opgegaan, maar alsnog is iedereen heeft geprobeerd om te succeden in wat ze doen. Ja. Dus mijn zus doet het beste diversiteit, ze halen allemaal het beste uit wat ze doen, dus dat is wel tof. Kijk, als die ouders niet brengen en die ouders niet... uiteindelijk moet je toch een beetje streng zijn als ouders. En ik zie hier nu al twee of drie ouders zeg maar, met bepaalde kinderen die wat strenger zijn. En daar zeggen andere ouders van, dat is niet goed wat ze doen. Maar op het moment dat er succes is, dan zeggen ze, maar die vader moet die steunen die kinderen altijd. Ja, precies. Snap je? Dus het is, en dat zie ik, heb ik ook bij hun gezien. Hun vader was veel te streng, zei iedereen. En
nu, ja, maar die vader heeft er alles aan gedaan. Maar als er niet een gekkie achter die twee gekken zit, ja, dan krijg je geen gekke prestaties, denk ik. Dus ja, nee, maar het is uniek. Het is echt, dit is uniek. Dat is, er is geen andere sport die dit heeft gepresteerd, denk ik. Met zo weinig handsvaten. Hang. Want de benen los, hang aan die benen. Ga je openlaten. Dus we hebben het talent en het vermogen en het gezin waar ze uitkomen om het te doen. Trainen, eten, slapen, trainen, eten, slapen. Een beetje school erbij, maar ze hebben wel wat een professionele vechter ook kan doen. Trainen, eten, slapen. En dan zegt ze, zijn bij de junioren is die Marcel wereldkampioen geworden. Ik zeg, nou, je bent nou de man to beat, dus hou er maar rekening mee. Wereldkampioen worden is één, dan heb je misschien wind meegaat en je dag was goed. Maar blijven. Maar blijven is heel erg moeilijk, want ze gaan op je, ze gaan je analyseren, ze gaan op je jagen, ze gaan je in de gaten houden op trainingen. Het is een individuele sport, je wordt er sterk van, ook maatschappelijk word je sterk van. Je leert doorzetten. Of je benen gestrekt hierin te doen, te buigen en weer omhoog. Ja, je houdt balans. Balans is belangrijk. Er zijn geen turners, maar het is wel heel belangrijk. Topsport is natuurlijk iets aparts. En ik vind het echt bizar dat het nu pas voor de camera komt wat ik doe. Want er is niemand. Nee. Kijk, ben je schaatser, heb je een ijsbaan. Heb je niks nodig. Ben je een turnster of een turner, dan heb je de hal nodig. Heb je niemand nodig. Maar hun zijn met z'n tweeën, hè? Ja. En er is niemand. Er is niemand die ook maar zo'n klein stukje in hun schaduw staat op de afgelopen paar jaar. Maar dan hebben ze nog geluk dat ze toch met z'n tweeën zijn, dat ze kunnen trainen. Maar dus hoe bizar is het dat je dit doet? Een keer een blessure of ik was ziek. Toen moest hij al in zijn eentje op trainingskamp naar Polen toe. Toen was het volgens mij de eerste keer dat ze eerder naar huis ging. Omdat hij werd volgens mij ook ziek, maar het was gewoon een hele slechte vibe, zei hij. Ja, dat klopt iets niet, denk ik. Nee, het was zo. We zijn meer dan 50% in het buitenland. En dat was de eerste keer dat ik ooit heimwee had gekeken. Was ook de eerste keer dat je ooit zonder hem ergens was? Ja, ja? Klopt. Snel, overtuigd, pat. Het heeft geen zin om, als ik tegen de muur aan druk, gaat hij toch niet weg. De sport van worstelen is, ik doe wat, jij reageert. En van de reactie, daar ga ik mijn ding van doen. Dat is worstelen. Je kan opdwingen wat je wil, gaat niet lukken. Je moet een valletje zetten. Ik duw, jij duwt terug. Heel simpel, hè? Dat zeg je tegen de puppies altijd. Je duwt, hij duwt terug. Worstelen is niet naar iemand toe lopen. Worstelen is duwen en wachten tot hij naar je toe komt. Want dan krijg je zijn gewicht en dan weegt hij niks. En dan kun je hem heel makkelijk gooien. Wat net gebeurde hier. Je bent een gewichtslasse zwaar en toch ga je er overheen. Dat zijn de momenten. Dus je moet voor jezelf momenten creëren en dan gaat het goed. Dat is wel waar. Waar zit de bos op jullie, hoor? Zo moe. Is dat techniek training? Een soort van techniek. Ja. Combinatie met kracht. Nu ijsbaden en sauna pakken. Eerst ijsbaden, dat is wel. Ja? Ja? Andersom? Nee, gelijk na het trainen een beetje afkoelen. Maar je bent natuurlijk al warm. Ja. Ik ga nu naar school. Jee. Moet ook nog zo'n ja, dat is vet, joh. Zo'n schilderij. Ga er eens naast staan, hè. Nee, maar weet je, kijk, het is ook een plaatje wat ze scheppen. Ja. Ze zien er goed uit, ze zijn super beleefd, opgeleid. Weer een sport en dan meer.
Ik was zelf niet van plan om te gaan studeren eigenlijk na mijn middelbare school. En mijn vader zei dat het moet. Ja, ik hoorde het net al, ja. Ja, hij zei je moet je hersenen ook ontwikkelen. En alles moet in balans zijn. Hij is wel... Hij is streng, maar hij is goed streng. Jullie, hè? Ja. Maar hoe lang zijn jullie nog niet op school geweest? 3 weken maar. Dat was geen stap. Ja, we waren op 2 weken. Ja. Hollandse boys zijn we. Ja, Cortina en Fat. Ik zie hoe het hier bij mij de worstelsport groeit. Gaat als een gek. En als ik om me heen kijk, de worstelsport zit echt wel in de lift. We zijn naast dat we gefocust zijn op onze eigen topsport, zijn we ook heel erg bezig om de breedte sport te vergroten. Zo, ja. Dat worstelen goed in het beeld komt. Maar zo'n weg is heel zwaar, omdat je het vooral zelf ja, klopt. Met je familie... We zetten een beetje de weg voor de jonge generatie. Ah, ja. Het begint een kleine verantwoordelijkheidsgevoel te krijgen daarvoor. Maar ik doe het met plezier. Toen we zijn begonnen was het niet gelijk de Olympische Spelen werk naartoe. Het is iedere keer weer een piekmoment doen en de volgende grote piekmoment is de Olympische Spelen. Maar wel altijd al in de achterhoofd een soort droom geweest van zo'n Ik heb volgens mij in 2012 had ik een dagboek en toen heb ik geschreven van wat mijn doelen waren. En toen stond er Olympische Spelen 2024. Nice. Dus hopelijk wordt het goud. Ja. En dan schrijven we geschiedenis voor Nederland. Sowieso al om te gaan. Ja, zeker. Niet om te gaan, maar volgens mij wel als we een medaille daar halen. Ja. En als ze dan tweeling zijn, dan is het wel twee. Als we gaan, dan gaan we wel echt voor de medaille. Ja. De trainer zegt nu echt dat we in een goede spurt zitten en dat we echt de komende jaren echt bepalend gaat worden op de, niet op deze Olympische Spelen, maar op de Olympische Spelen daarna ook. En op de wereldkampioenschappen, hij denkt, want hij heeft vroeger ook een team in Polen gehad, de selectie van Polen. En hij kwam een paar keer dichtbij met 5e plekken op senioren WK's en EK's. En nu denkt hij echt dat hij klaar is om eindelijk een wereldkampioen neer te zetten. Het is ook echt zijn droom, het is onze droom. We gaan er echt met een team naartoe. Ik denk dat Tyron en ik elkaar heel goed uitbalanceren. Want Tyron is iets efficiënter. We complementeren elkaar heel erg. Ja. Bijvoorbeeld, we zijn echt tegen Polen. Maar bijvoorbeeld, ik ben wat rationeler, dus ik ben ietsjes makkelijker met dingen, maar meer ontspannen. En als hij soms te gespannen is, dan probeer ik hem te relaxen. En soms ben ik te makkelijk en dan zegt hij Tyron, dan geeft hij me een schop onder mijn reet en dan zegt hij een tandje erbij. En ik hoorde dat jij elke keer vroeger uit de kamer zou als je hier zo... Ja, altijd. Ja? Elke training. Was dat even? Ja, maar het zijn ook broers en als één beter wordt, wil de ander eroverheen gaan. En soms lukt dat niet. Je krijgt spanning, je krijgt net een kopstootje en dan gaat het slaan en dan gaat het trappen. Ik krijg alles. Doe een klein lachen. Ja, daarom doe ik klein lachen. Niet meer. Maar hij is het vaakste, denk ik. Uit een kort lontje. Ja, ik loop nu eigenlijk bij een sportpsycholoog, dus ik probeer het een beetje... Klopt, maar het is juist het doel dat je emoties leert. Het leert toch je emoties te beheersen. Ja, mijn vader die zegt dat ik heel veel vuur heb, maar dat ik het moet controleren. En dat is altijd, vroeger kreeg mijn vader altijd bij de training en toen gebeurde het nooit. Nou, soms kwam hij iets later bij de training en was het altijd zo. En dan had je gelukkig heel toen hij die op zo deed, toen kreeg hij naar boven in de tribune of mijn vader er niet was. Oh. Ja, vroeger... Want we zaten alle 7 nog worstelen. En dan mijn vader is een beetje streng. En toen, na ieder partijtje of na ieder parcours, toen keken we naar boven. Toen deed mijn vader altijd zo of zo. Net zoals de... net zoals Caesar. En toen, als hij zo deed, dan was het echt... We zeggen dat kut, tranen inhouden. Oh. Ja.
hopelijk richting Parijs? Welke stappen moeten jullie nog zetten? Tot nu toe hebben we als piekmoment het WK in Servië, Belgrado. Ja. Dat is gelijk een Olympische kwalificatie. En dat is één moment? Of hebben jullie nog meer gedaan? Als je die niet haalt, heb je nog een continentenkwalificatie, dat is top 2. En daarna is de laatste kwalificatie, dat is een maand voor de Olympische Spelen. En dat is dan wereldkwalificatie top 3. Town heeft de laatste rankingstoernooien van de former Europees kampioen en tweede van de wereld gewonnen. Dus Town maakt sowieso kans en ik denk ook dat de Kerel er dichtbij op zit. Ik wens uiteindelijk alle succes, Olympisch goud. En als ze dan nog verder willen gaan, dan hoop ik goud bij UFC. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Op Weg naar Parijs. Maar met wie? Dat zie je volgende week. Waar lig je dan? Waar lig je dan? Als ouder broer. Dat is niet meer de grootste.